En terwijl Jackie op zich had genomen van het wat verwaarloosde Witte Huis een museum van de Amerikaanse geschiedenis te maken, en overal uit het land oude schilderijen en voorwerpen van historische waarde opdook, begon Kennedy in die eerste dagen gesprekken met tientallen vertegenwoordigers uit het congres, adviseurs van de verschillende ministeries en regeringsbureaus. En uiteraard kwamen alle Kennedy-familieleden het Witte Huis bekijken en helpen met het beantwoorden van de vele duizenden felicitaties en het bedanken van al die duizenden die Kennedy bij zijn campagne hadden geholpen. I see it. How are you?